Kijk. Zeg. Dit maak ik voor Anna. Het wordt een aardig geintje voor de verjaardag. Ja, ik doe er nog wel een reale fles reukwater bij, hoor. Want anders zou het een schamel wezen. Niet dat Anna veel luisterend is of zo. Oh, helemaal niet. Anna is stil en tevreden. Dat merkte ik direct toen ik in het huis kwam, 6 jaar terug. Zij zat er al 2 jaar in. Mijn vrouw was komen te sterven. En wat doe je dan als man alleen zijnde? Je gaat lopen rommelen. En je komt in een kroeg en dat is niks waard. Ik ben in die kroeg ook nog lid geworden van een hengelvereniging. Maar dat is helemaal waardeloos. Want weet je wat het is? Als je met een Riksdaalder naar de markt gaat, dan koop je net zoveel vis, dat kun je niet wegtremmen. En bij zo'n hengelvereniging kost elk scharretje een daalder. Nou, toen ben ik weer opgehouden met rommelen. En ik ben in het huis gegaan, rustig. Ik hou van rust. En nou ook, dat zag ik direct toen ik in het huis kwam, 6 jaar terug. Ik dacht meteen, dat is mijn type. Zo zal Anna bijvoorbeeld ook nooit klagen. En er wordt wat afgekankerd in het huis hier. Neem nou alleen het eten maar eens. Van de week waren de worteltjes niet goed gaar. Had je ze moeten horen, het lijkt de Russische revolutie wel. En de zaalwachter die belde nog naar de keuken en die zei, de wortels staan overeind en de mannen ook. die oude kerels worden zagrijnig. Ik ben helemaal niet zagrijnig, ik ben zeer lustig van aard. En nou ook, dat zag ik direct toen ik in het huis kwam, 6 jaar terug. Ik dacht meteen, dat is mijn type. En nou houdt ook niet van televisie, want weet je wat het is? S'avonds na het eten, dan kruipt de hele rotroep bij de televisie. En dan vertonen ze altijd eerst een film over een heel ver heet land met zwarte mensen die verrekken van de honger. En dat laten ze je allemaal zien na het eten. Nou, dat is niet. En dan komt er daarna een knul met een gitaar of een meid met een ukulele. Die doen er net alsof er niks aan de hand is in de wereld. Nee, ik ga ver van de televisie afzitten met een kopje thee en een leesboek. Net als bij mevrouw Zaliger. Ik ben 62 jaar getrouwd geweest. Oh, het was een brave vrouw. Ik wil er dan ook niks van zeggen. Maar ja. Yeah. Als je zo lang getrouwd bent, dan denk je toch wel eens bij je eigen mijn vrouw. Ach. Mijn vrouw is een mooi boek, maar ik heb het al uit. Maar toch mis ik mijn vrouw af en toe. Weet je waarin? Ik heb 16 kinderen, 32 kleinkinderen en 47 achterkleinkinderen. Oh, er kan er eentje bijgekomen wezen onderlaatst. Ik kan het niet meer bijhouden. Maar mijn vrouw was daar zeer behendig in. Die zei dan, kom Willem, we moeten vanmiddag naar Henk en Marie, want Jopie is jarig. Jopie is dan een van die 47. Maar nou, ook alleen ben kan ik het niet meer onthouden. Ze moeten me waarschuwen. Maar fijn, dat doen ze dan ook. Van de week werd er ook nog op getelefoneerd. Ik zeg in het apparaat, hallo. Toen hoor ik aan de andere kant, opa, je spreekt met Monique. Dan denk ik, verrek, wie is dat nou weer? Dat bleek dan mijn kleinschoondochter te wezen. Ja, die waarschuwde me voor een verjaardag. Ze doen het allemaal. Ze kopen ook het cadeautje voor opa. Want die rotzooi die ze tegenwoordig in die speelgoedwinkels verkopen, daar kan ik geen chocola van maken. Vroeger gaf je een meid een pop en een jongen een timmerdoos, maar tegenwoordig moet het allemaal elektriek wezen. Hè? Maar... het gaat mijn te hoog. Maar het cadeautje, daar zorgen de moeders dan voor. Die geven het me bij de deur in mijn hand. Ik hoef het alleen maar af te geven. Ik weet niet eens wat erin zit. En als ze het open hebben, dan weet ik helemaal niet meer wat erin zit. Maar mijn vrouw vroeger, mijn vrouw geleidde mij erin. Nou kom ik zo'n kamer binnen, vol met nazaten. En die kinderen veranderen ook elk ogenblik. Dan denk ik wel eens, wie is nou Jopie en wie is Jaapie en wie... Ik zal doodvallen als ik het weet. Maar ik heb nou een nieuwe methode bedacht. Ik blijf met mijn pakje in de deur staan. En degene die dan op me afkomt, is de jarige. Die krijgt dan een handje en een zoentje en dan krijgt hij zijn cadeautje.
Maar vorige week had ik een verkeerd kereltje te pakken. Tja, die was helemaal niet van mij. Maar dat kwam nou eenmaal het eerst op me af, dus ik geef hem een handje. Ik geef dat kind nog een zoentje ook. En een cadeautje en verdomde het om het terug te geven. En de echte jarige huil aan mijn kleinschoondochter nog aardig kwaad ook. Ach, ik ben te oud voor die rotzooi. Maar er is één verjaardag die ik nooit zal vergeten. Dat is de verjaardag van Anna. Morgen. En wat zal ze blij zijn als ze dit van me krijgt.